kijken of er... Oh, het is hier ook al geïnfecteerd door die fucking zombies. Oh nee. Overal. Schiet ze dood. Lenny, je moet er wel oppassen met je wapen voor jou, want ze hoeven weer één beet van jou en je bent naar de kloot, hè? Ja, ik zal jullie wel even voor laten gaan. Het valt mee, want ze zijn... Het lijkt wel dat ze... Ja. Dat moeten daar, we moeten daar naar binnen, mannen. Ja? Ja, daar liggen de wapens. Oké. Okay. Goed opletten op die Z's, want die zijn echt niet vertrouwd. Ja, heel erg. Let op achter ons, hè. Al gelukkig zitten die grote hek omheen, want zie je, ze zijn buiten de hekken vooral. Ze hebben de infectie nog een beetje infectie buiten de hekken kunnen houden. Ja. Tenminste, grotendeels dan. Oké, okay, we moeten hier naar binnen, jongens. Als goed is, zitten daar. De wapens die we nodig hebben. Oké. Okay. Pas op! Oh. Bedankt, man. Oh, shit. Ik heb snel geweer nodig, man. Ja, we hebben echt geweer jongens, nodig. Achter jullie. Achter jullie uit. Pas op! Oh, dat is een taai, hè. Lenny! Shit. Oh, dat is deze... Oh. Oh, nee. Shit. Oké, okay, we moeten verder. Oh, deze truck. Oh, die kan... Pas op, jongens. Daar is explosief aan de kant. Oké. Okay. Zo. We kunnen verder. Eigenlijk helemaal niet te zitten. Nee, maar dat, ja, je weet wat de mensen doen, hè, als de zombies komen, blokkades bouwen. Oh, wat is hier gebeurd? Fuck, jongen. Oh. Hé, hey, dat is een man. Er staat iemand. Er staat iemand. Hey, Mark. Mark, er staat iemand. Jij hebt... Ja, dat is... Ik herken hem, dat is mijn oude officier, kolonel Clinton. Oh. En kunnen die wapens gewoon pakken? Ik zat even vragen. Hallo meneer, kent u me nog? Mark Smit. Ik was uw beste soldaat in uw squad. Weet u nog? Oh Smit, jij bent. Ik dacht al dat er een zet aan kwam om ook mijn brein op te eten. Ja. Nou, ja, hij kent je nog dus, hé. Dat is mooi, maar ja, hij ziet er wel slecht uit, hé? Gaat het goed, meneer? Is er iets gebeurd? Nou, ik ben meerdere malen gebeten en ik kan ieder moment veranderen in zo'n mutant. Oh, dat is niet mooi. Wij willen graag dit probleem oplossen, dus mogen we de wapens lenen die hier in deze kratten liggen? Uiteraard, Bartel Smit. Doe wat je kan om de rest van de mensheid nog te redden. Ja. Oké, daar maken we goed gebruik van dan. Zeker. Ja. Oké. Mag ik dit kleine geweertje? Ik kan niet zo goed met wapens omgaan. Dus. Ja, neem jij die kleine. Zullen wij... Zullen wij voor het grote geschut gaan, Frank? Ja, dat is goed. Ik zal... Ja, hier ligt nog wat extra ammo, volgens mij. Ammunitie, even pakken. Oké, mooi. We hebben de wapens, de juiste. Ja. We kunnen denk ik... Smit! Kolonel, wat is er? Ik wil dat je me afmaakt. Schiet me door mijn hoofd. Ik voel het virus komen. Oh, weet je het zeker? Ja, doe het nu. Anders word ik ook een van hen. Ja, dat kunnen we wel regelen. Oké. Nou, rust in vrede. Wat? Hij wou het zelf. Hij vroeg erom. Ja, dat is ook beter. Als hij helemaal geïnfecteerd zag hoe hij eruit zag. Ja, hij zag echt heel slecht uit. Anders eindigt hij net zoals die man daar. Hé, hey, wat is dat voor man dan? Ja, een dode man. Ah. Ja, ze zijn niet in geslaagd om het hier te houden. Nou ja, we moeten hier weg, want anders... we kunnen deze wel gebruiken eventueel, toch? Deze truck, Mark, of weet je dat niet? Het is nacht. Ik zou even naar de geheime sleutelplek lopen. Oké, ik ga even op de uitkijk staan hier, want dit moeten we oppassen. Ik zou even kijken of er iets mankeert in de auto. Oké, jongens, we kunnen wel... hebben jullie de truck? Ja, ik heb hem. Oké, wacht. Spring maar op. Ja, dat doe ik. Ik wacht voor. Huh. Ja. Ik sta hier. Ja, perfect. Van een zombie erop. Ga rechts. Door de doos heen. Rechts. Hierheen. Ja, daar. Daar is een... daar kunnen we over het hek heen. Oké, ik sta hier op het dak. Het staat wel best goed hier, hoor. Ja, binnen is het ook wel goed. Ja? Ja. Alleen ik... het is een beetje koud hier. Ik denk dat ik even de verwarming moet aanzet. Volgens mij is het deze knop hier zo. Nee, dat is de verkeerde. Dat is de radio. Young man, there's no need to feel down.
kan helemaal geen geweer nog doen, dus Oké. Jij moet gewoon even nog trainen, ik leer het wel, want ik ben natuurlijk een specialist erin. Allemaal zombies halen. Ik zou de ruitenwisser even aanzetten als ik jou was. Ik heb, voor mij zit dit knopje, ik heb nog nooit in dit ding gereden, maar voor mij is het deze. Nee, dat is de radio. Ja, en we kunnen beter even een goede plek zoeken nu, waar we kunnen overnachten. Misschien kunnen we naar mijn boerderij. Okay, eventueel kunnen we daar, ik heb nog wel een paar hekken staan of zo, die kunnen we wel neerzetten. En kunnen we even de nacht overleven. Ja, overleven, ja. Over het spoor, toch? Hier op het dak. Ja, over het spoor, dat kan, ja. Nee, trouwens. Misschien. Of is er een snellere weg? Oh, rij maar door. Rij maar door. Oké. Oké, hier links van het spoor af. Oké, ja, over dit zandpad hier zo? Ja, dit zandpad. Oké. Even zien, kan ik het hier wel... het is bijna niet te zien in het donker, jongen. Hé, daar zo in de verte, de boerderij daar. Oh, mooie boerderij. Ik zie hem. Helemaal voor jou? Ja, helemaal voor mij. Flint Range heet het. Is er ook nog een mevrouw Marshall? Nee. Ik wil het niet over mevrouw Marshall hebben. Oké. Stap maar uit, jongens. Hey. Een zombie hier ook. Oké, laten we... Ik heb een manier hier zo. Gezet. Ja, dat is... Ja, je klimt op het dak. Je komt voetje. Zo. Oh, ja, mooi. Bedankt. Moet je wel trekken? Ja. Het is er het doel, maar zo kunnen de zombies er ook niet bij, hè? Dat is handig. Een clown. Oh, en dan kan je hier zo, via de zijkant. Ik weet niet of jullie het redden, maar... Ik ben er al. Auw. Ja, het is ook de bedoeling dat je hier nog beneden komt, hè? Aha. Oké, mooi. Zo. Sterke benen hebben jullie. Nou, ik denk even... Hier kunnen we eventueel wel overnachten. Ze komen toch niet door die hekken hier zo, dus... In de schuur? Waarom niet gewoon je huis in? Heb ik soms 3 bedden in mijn slaapkamer. Oké. Nou, ik snap dacht, misschien kunnen jullie wel een beetje... Oh, hij probeert het door. Oké. Mooi schot, Lenny. Ja. Het is hier wel prachtig, alleen we moeten even een flashlight aan hebben, anders is het een beetje donker. Oh joh, hier is een beste overnachting, niet zo. Nou, we kijken wel even hoe we dat morgen gaan doen. Ik spreek jullie morgen en Ja. Ik zal wel je wapen bij je houden, hè, want je weet me nooit. Bedankt man. Graag gedaan. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.